Ja, vooral in de eerste helft denk ik dat we toch overspeeld werden. Uiteindelijk 22 doelpunten tegen, daar vind ik helemaal niks mis mee. Maar met 14 doelpunten, dat is te weinig. En zeker in de eerste helft stonden we een beetje overweldigd, een beetje aan de grond genageld. En ik ben wel heel tevreden dat we tijdens de rust toch een en ander hebben kunnen bijsturen. En dat we de tweede helft zijn beginnen korfballen. We hadden gezegd van kom, voor ons begint de wedstrijd opnieuw. En de tweede helft, 11-10, ja, dat is op zich een veel beter resultaat. Op zich is dat inderdaad goed, want die eerste helft, ja, je scoort maar 4 keer en dan 4 keer via strafworp. Ja, absoluut. Ik denk dat we heel moeilijk konden omgaan met de druk die we door Van Boekenberg kregen. Op den duur kwamen we enkel nog maar tot niet voorbereide moeilijke kansen. Telkens dat snel balverlies, dan wordt het heel moeilijk om in een wedstrijd te geraken. Maar tot slot, dit zijn niet de wedstrijden die dat jullie moeten winnen? Nee, absoluut niet. Ik denk, we hebben nu zo'n beetje op papier de top 3 gehad. En eigenlijk begint voor ons nu de competitie voor goed. We krijgen nu 5 wedstrijden. Tegen de tegenstrevers die er voor ons toe doen. En ik denk dat we met geleverde spel in de tweede helft, dat we zo wel verder kunnen voor volgende week de heel belangrijke wedstrijd tegen Sikopi te spelen.